good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. En de dag is aangebroken, mensen. Het gaat gebeuren. Zet je schrap voor deze roast. Hey! Wat zullen we nou krijgen? Inderdaad, vandaag is het tijd voor de roast van iemand die ik eigenlijk sinds dat ik ben begonnen met roasten al op mijn lijstje heb staan. Maar voordat ik deze persoon van A tot Z helemaal kapot ga maken, ga ik jullie eerst vragen om 13.000 likes op deze video binnen 24 uur. Want als dat lukt, komt er morgen weer een nieuwe en die wordt schitterend. Dus doe het, dankjewel. We gaan beginnen met toch wel een van de meest legendarische video's die ik altijd al heb willen maken. De roast of Enzo Knol. Wat? Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik jullie eerst even terugnemen in de tijd. Ik introduceer een nieuwe serie op mijn kanaal, namelijk The Roast Off. Een leeglopende ballon die klaarkomt aan het eind van elke zin. Allemaal dingen die Giel zeg maar niet doet. Meer de heroïneverslaafde crack junkie versie van Enzo. Om je eraan te herinneren dat het altijd slechter kan. Wanneer leer je het nou, Tim? Je kan niet praten. De mondjesfilo, gewoon gejat van Adolf Hitler. Wil je dat nooit meer doen, Tim? Je had zo'n mooie carrière kunnen hebben. En dan is dit waar je eindigt. Vandaag is toch echt het moment. Ik wil de meneer die ik vandaag ga roosten niet te veel ophemelen. Hij staat toch in alle eerlijkheid wel een beetje in de top 3 van YouTubers waarvan men wil dat ze gewoon even goed aangepakt worden. Dames en heren, zet je schrap. Geniet ervan. Dit is hem. Let's go. Yo, mam, met mij. Ik moet je even wat vertellen. Ja. Ik sta op het punt om geroost te worden, oftewel gedist te worden door Kalfijn. Ken je Kalfijn? Wie is dat? Wie zeg je? Het is zover, dames en heren. Enzo Knol wordt geroost. En ik doe dit niet alleen vanuit mezelf, maar ik doe dit vooral vanuit elke andere YouTuber in Nederland. Gerechtigheid. Dat is wat er vandaag gaat gebeuren. Enzo, deze is voor elke keer dat je die trendingpagina vervuilde met die stukken stront die je vlogs noemt. Deze is voor iedereen die al gezocht heeft op de Enzo Knol roast van Kalfijn, maar die hem helaas nooit heeft kunnen vinden. Ik zweer het, als je op Google zoekt op roast of Enzo Knol, komt mijn naam er al gewoon bij te staan. Mensen willen dit. Laat dat even duidelijk zijn. Nou, vertel mij maar eens, blonde plukkenman, wat ik verkeerd heb gedaan. Je weet toch gewoon dat je als YouTuber heel goed bezig bent als iedereen wil dat je geroost wordt. En misschien wel het allerbelangrijkste, deze roast is voor alle YouTubers waar je nooit op reageert. Ja, dames en heren, dat gebeurt nogal regelmatig. Ja, hallo, ga je dit nou tegen mij gebruiken? En klopt, ik reageer soms best traag. Ja, het is pijnlijk. Ja, Enzo, ik hou wel YouTubers te vriend. Ja, je kan ook zien, weet je. Het blijkt maar weer, dit hoofdstuk is heel goed afgesloten. Netjes. Dat, prachtig. 2 jaar geleden, Enzo. En dan alsnog zulke... Dit is toch triest. Dit is toch jammer. Wat een klootzak. Ik wist ook gewoon dat hij over Stuk TV zou beginnen. Ik wist het gewoon. De vraag die ik mezelf stel is, hoe kan het nou precies dat iedereen wil dat Enzo geroast wordt? Ik denk dus dat het komt omdat Enzo altijd te correct is. Hij is te goed voor deze wereld. Dan schreeuwt hij het ook nog van de daken. Pak je koffer en kom meteen naar mijn huis. Dat is wat ik zei tegen Asson in de telefoon laat in de avond. Volgende dag in de ochtend gevlogen naar Italië met een blinde kom verrast voor het stadion van Juventus. De droom van Sonny was om ooit met Cristiano het echt te zien. Vandaag is dat gelukt. Wat een geweldige dag. Ben ik de enige die het raar vindt dat Kalfijn op deze manier die tekst opleest? Wow, je bent zo geweldig. Mijn opa is 79 geworden en heb 1300 kilometer in één dag gereden om ze te verrassen met een bezoekje. Jeetje, wat goed. Dit is het laatste weekend dat je de paprika sokken kan bestellen. De extra lading is bijna uitverkocht, dus wees er snel bij. Shop.kalfijn.nl. Alsof die sokken voor jou verkocht worden. Holy shit, wat ben je goed. Oh, fucking hell. Deze lieve meid gaat door het leven met een zeldzame ziekte genaamd Floating Harvest Syndroom. Ik ben met heel wat cadeautjes en wat knolpouwen naar haar toegereden. Superleuke tijd gehad. Zo, wat ben je fantastisch voor de wereld en zo. Zelfs zieke kinderen helpen. Oh, wat fijn. Wat heerlijk. Je gaat gewoon langs bij zieke kindjes. Het enige wat ik kan hopen is dat die ziektes dan besmettelijk zijn. Oh, je hebt er ook nog een vlog over gemaakt. Nou, wat goed. Laten we even kijken. Wordt leuk. Bel me. Oh, even wachten hoor. Even deze advertentie eerst even checken. Oké, nu gaan we. Oké, nu kunnen we. We kunnen. Let's go. Ik skip even naar het stukje waar die. Oh, wacht. Nog een. Oh, ik moet nog even wachten. Nog even een advertentie. 6 advertenties in die hele tanto-video en zo. 6 advertenties in een video waarin je langs gaat bij een ziek kind. Nu snap ik hem. Ik snap hem. Heerlijk man. Lekker geld verdienen over de rug van zieke kinderen. Well done. Bro, wat denk je dat ik hier mijn fanny pack heb, jongen? Stacks!
Trouwens, ik zou ook wel langs gaan bij een kijker als moeder er zo uitziet. Goeiedag, hé! Godverdorie. Wat een vrouw, jongen. Wat een vrouw. Lekker uitgekozen, pik. Kon je knolletje niet weer in bedwang houden, of... Over mooie vrouwen gesproken. D van de Zeeuw. Tja, waar moet ik beginnen? Nou, weet je wat? Ik laat het gewoon even voor wat het is. Het is te makkelijk om daar grapjes over te maken. Ik weet tenslotte hoeveel pijn die break-up deed. Wauw. Wauw. En zo te zien heb jij een oogje op mijn ex, want er is vast een reden dat je die foto hebt uitgekozen, viezerik. Goed, we gaan we gooien het even over een andere boeg. Ik denk dat iedereen in Nederland wel eens een keer een vlog van Enzo heeft aangezet. En dat is een compliment, Enzo, dat heb je netjes gedaan. Maar het leuke is dus dat iedereen zichzelf na 1 minuut altijd hetzelfde afvraagt. Waar de fuck zit ik eigenlijk naar te kijken? Wat is dit? Wat is dit? Bro, even serieus, daar geef ik je helemaal gelijk in. Soms dan kijk ik een video van mij terug in de edit en dan denk ik ook, what the fuck heb ik vandaag nou weer gedaan? Maar hey, blijkbaar vinden mensen het leuk, man. Dus waarom me haten? De gemiddelde volwassene kijkt gewoon liever nog naar een onthoofdingsfilmpje van de IS dan dat ze een hele vlog van Enzo moeten bekijken. Het enige wat ik me afvraag bij een vlog van Enzo is, ja, hoeveel subsidie krijgt YouTube om deze mogol op het platform te houden? Enzo is gewoon die studienerd van YouTube. Gewoon dat irritante, lelijke kutkind voor in de klas die niemand eigenlijk mag, maar wel altijd de hoogste cijfers haalt. Zie je hem al zitten vooraan bij de leraar met zijn KP-shirt aan. Waar staat die KP eigenlijk voor? Dat vraag ik me dan nog steeds af. Kinderpedofiel, of het is misschien een beetje dubbel op, maar het zou wel kunnen, hè? Enzo grijpt gewoon elke mogelijkheid aan om half naakt ergens in beeld te verschijnen. Voor al die kleine kindjes met opkomende seksuele frustraties. Moet dit? Enzo, moet dit? Of, Leuk hoor, die buikspieren. Dat zou ik ook hebben als ik mezelf zoals jij net elke dag zou proberen te pijpen. Ik zeg trouwens wel half naakt, maar ik denk dat de term compleet naakt beter zou passen. Wat zijn dit voor foto's, Enzo? Wat gebeurt hier? Waarom moet dit? Dit zijn billenfoto's, hé, vriend. Maar goed, als je dan toch even verder zoekt naar de KP, de Knolpower merchandise, dan kom je best wel wat geinige dingen tegen, hoor. De klok Enzo voor €14,99. Zodat Enzo je altijd lekker aan kan staren als je in je hoogslaper ligt te slapen. Yeah. Of de strandtennis set. Zodat alle kids lekker met Enzo's balletjes kunnen spelen. Yeah. Ja, die vond ik leuk. Die vond ik leuk. Of de pop socket. Dat is best wel leuk. Die is best wel leuk bedacht. Dat is best wel een goeie. Wat wel best tof is, is dat Enzo een eigen wassen beeld heeft. En ja, je kan zeggen wat je wil, maar dat is best wel een prestatie. Maar waarom heb je eigenlijk een wassen beeld van jezelf? Is dat zodat je eindelijk op jezelf kan aftrekken? Of is het omdat kinderen dan eindelijk weer aan je mogen zitten zonder dat het strafbaar is? Beetje voorspel is nooit verkeerd. Gatver. Zie je ze al. Al die kindjes in Madame Zo. Ah, lekker aan Enzo zitten. Geen idee hoe ik hierop moet reageren ook gewoon. Oké, het is misschien een beetje overdreven, maar het voelt wel een beetje misleidend. Over misleidende dingen gesproken, Enzo's titels. Jazeker. Enzo kan er wat van, hoor. Hij kan titels bedenken waar je u tegen zegt. Waar je meteen op klikt, maar die gewoon voor geen kant kloppen. Hier, als we even naar zijn YouTube-kanaal gaan, dit gaat helemaal fout. Oké, nou, ik ben benieuwd dat hij helemaal fout gaat. Kijk even zelf mee, joh. Wow! Holy shit! Zag ik dat goed? Nou, even herhaling. Reed je nou gewoon een pion om? Een pionnetje. Je reed een pionnetje om. Dit gaat helemaal fout. Dit komt nooit meer goed. Oké, laten we nog heel even verder kijken. Mijn snor verven pakt niet goed uit. Ik ben benieuwd wat er niet goed uitpakt. Dit kan niet goed gaan. Oh! Oh mijn god. Oh, het is echt heel erg, mensen. Oh, het is goed gelukt. Het is goed gelukt. Maar in de titel stond, het pakt niet goed uit. Maar het is wel goed gelukt. Ben ik de enige die dit niet begrijpt? Of, Nee, ik begrijp het ook niet. Ik wil één titel vinden die gewoon sowieso waar is. Weet je wel, waarvan je weet, oké, dit is sowieso niet gelogen. Rico Verhoeven slaat mij knock-out. Ziet er legit uit. Enzo ligt op de grond. Even kijken. Komt-ie. Holy shit! Enzo is gehit! Enzo is down! Enzo is down! Wel fijn dat Enzo nog echte titels gebruikt. Dat kan ik wel waarderen. Oké, dit is natuurlijk niet echt, dames en heren. Serieus, is dit echt gebeurd? Zijn we echt op dit punt beland? Dit wordt echt een beetje ongemakkelijk zo. Yo, laat me af en toe ook een beetje clickbaiten, Calvin. Come on, man. Maar goed, als je even door alle video's van Enzo heen gaat, kom je tot de volgende conclusie. Enzo is niet alleen de slechtste YouTuber ter wereld, hij is ook nog de slechtste acteur ter wereld.
Het was dus de bedoeling dat ik het water in zou springen, maar ik was vergeten de telefoon weg te leggen. Het was de bedoeling dat ik in het water zou springen, maar ik was de telefoon vergeten in mijn hand. Ja, en toen ineens dacht ik, oh, ik heb wel direct een hele goede titel, zodat ik sowieso een miljoen views haal. Oh, echt zo stom van mij. Dit kan je dan niet menen. Dit kan je dan niet serieus nemen. Dit is toch akelig. Dit kan niet. Dit kan gewoon niet, jongens. Oké, laten we daar even over eens zijn met z'n allen. Dit kan niet. Nou, ik moet wel zeggen, weet je, nu ik zo door je video's heen scroll, het is wel leuk dat je meest bekeken video van die maand gewoon een video met mij is. In de titel en in de thumbnail. Bedankt, je is wel op zijn plaats. Over views gesproken en zo. Ik heb gemerkt dat ze een beetje zakken de laatste tijd. Je views zakken een beetje. En dat is nooit leuk als YouTuber. Dat is echt verschrikkelijk. Het blijkt toch lastig te zijn om views te pakken als je het lichaam van je vriendin niet meer in thumbnails kan zetten. Wat ligt daar op de grond? Ijskoud water over D. Kleding passen van vroeger. Gestoken door een kwal. Dit is hier prachtig. Tieten, tieten, nog meer tieten. Dit kan je er niet mee. Ja, tuurlijk. Want je gaat de zee in met als gedachte. Laten we een kwal zoeken en laten we gestoken worden door een kwal. Dan kunnen we dat als titel doen. Tuurlijk niet. En zo Knol is eigenlijk gewoon de mannelijke Patty Bart. Ze zijn gewoon altijd op zoek naar weer iets fucking doms om te doen, zodat ze weer relevant zijn. De relatie gaat uit, dan gaat de relatie weer aan, dan gaat de relatie weer uit, dan laat je een snor staan, dan verf je snor, dan scheer je snor weer af, dan heb je in één keer een kaal hoofd. Over dat kale hoofd gesproken, chemokuur helpt niet tegen het zijn van een complete randebiel, hè? Dat je het even weet. Maar echt, jongen, maar even serieus, die kale kop. Ik herken hem gewoon niet meer zonder begeleider. Serieus. Ja, echt hoor. Of deze foto. Dit is gewoon elke schoolgala foto ooit. Een veel te dikke auto, een zielig ventje, een lelijk pak. Het enige wat nog mist is gewoon een knappe vriendin. Nou, tenminste, dat is hoe ik het bij mijn gala deed. Wauw. Jesus. Even over Enzo's auto. Schijnbaar noemen de meeste mensen het een Grand Cherokee. Ik noem het gewoon compensatiegedrag. Jeep. De auto voor mannen met kleine piemeltjes. Gefeliciteerd Jeep. Jullie hebben er in één klap voor gezorgd dat elke Jeep-rijder zich compleet doodschaamt. Oké. Ik moet het er toch even over hebben. We kunnen er niet omheen. Enzo was namelijk een hele lange tijd verliefd. Totdat ze uit elkaar groeiden. Hij deelde de lief en leed mee, zat bijna elke dag in zijn vlogs en ze hadden ongetwijfeld supergoeie seks. Iedereen weet over wie ik het heb. Inderdaad, Bumper. Een hond. Maar nu deze twee helaas niet meer bij elkaar zijn, heeft Enzo nog wel een ander poesje hoor, waar hij een kunstje op kan. Sok de poes, dames en heren. Sok de... Wie noemt ze kat Sok? Waarom heb je Sok überhaupt gekocht? Ik weet dat heel veel mannen klaarkomen in een sok heel normaal vinden, maar dit gaat wel een beetje ver, gast. Ja, D noemt die kat Sok. En D is weg, dus zit ik met Sok. En ja, dan is het lastig dat als je al een jaar lang tegen die kat Sok zegt, om in één keer schoen te zeggen. Dat snappen ze niet, die dieren. Wat me ook opvalt, is dat Enzo op een of andere manier nooit op plekken is waar andere YouTubers ook zijn. Het is gewoon alsof hij ons allemaal expres aan het vermijden is. Hij is bijvoorbeeld tot nu toe nog nooit naar de Feed Awards geweest. En ja, kijk, weet je, kijk, als je daar niet heen wil, ik vind het jammer, maar je moet het zelf weten. Maar dat je dan vervolgens wel met je knollen hoofd naar de fucking televisiering gaat, ik vind het schandalig. Het is echt schandalig. Dat voelt gewoon een beetje alsof je gewoon het meest epische feestje tijdens ADE skipt, omdat je naar een verjaardag van een oma gaat. En dat die oma niet eens jouw eigen oma is. Ik wil nog heel even die foto van de televisiering graag, want kijk even naar die kop. Die constante glimlach van Enzo. Hoe kan het? Het lijkt wel alsof je elke dag strak staat, jongen. Ja, die lach is wel erg groot, hè? Die knolpowershop van jou is volgens mij gewoon een enorme witwaspraktijk voor je geheime handeltje in speed. Geen wonder dat al die kiddo's zo staan te stuiteren bij die meet and greet. Stering. En dan hebben we ook nog, en daar hebben we niet eens over gehad, je achternaam. Knol. Waar komt die vandaan? Hoe kom je aan die achternaam? Is het omdat je net zoveel tandvlees hebt als een Zeeuwse knol of... Oh mijn god, ja, ik zag gewoon een beetje de vergelijking. Enzo, het feit dat jij elk weekend een knol van achter neemt, betekent niet dat je ook meteen dat als achternaam moet hebben. Of is het omdat in Drenthe iedereen knol heet? Inderdaad, Enzo komt uit Assen. Nou ja, hij is ongeveer 40 keer verhuisd voordat hij een bekende Nederlander werd. Want ja, elke gemeente wilde Enzo wel hebben. Je krijgt namelijk subsidie van de overheid als je verstandelijk gehandicapte onderdak biedt. Maar goed, Assen. Ja, het leuke is dus, weet je, mijn familie komt ook uit Drenthe. Onze families kennen elkaar. Mijn ouders kennen jouw moeder. Dat is echt leuk. Ja, serieus, mijn pa kwam echt elke week over de vloer. En dan was daar altijd jouw moeder, de schoonmaakster, om dat dan weer schoon te maken. Ik zie het helemaal voor me. Oké, nee. Je moeder grappen, die zijn al vaak genoeg gemaakt. Zo vaak, ik stik er bijna in. Nu we het toch over hebben, weet je wie jou ook heeft laten stikken? Je vader! Comedy!
Dat was een gevoelig puntje. Ja, dat... Het spijt me. Tja, mensen, Enzo is qua uiterlijk wel echt veel veranderd in de afgelopen jaren. Er is alleen één ding hetzelfde gebleven. Namelijk zijn kin. Holy shit. Ja, ik heb een kontkin. Ik kan er niks aan doen. Dan ben je Enzo Knol. Dan heb je een prima kop, een goede bos haar. En dan is er één ding mis, namelijk... Je hebt een fucking kontkin. Oh mijn god. Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik die kin zag, waar het me aan deed denken. Oh mijn god, gast. Ah joh, je weet wat ze zeggen, hè? You can get Enzo out of the cont, but you will never get the cont out of Enzo. Oké, ja, sorry. Ik heb gezegd dat ik niet verder in zou gaan op D, maar ik kan het niet laten. Ik moet het even aanstippen, mensen. D heeft een nieuw vriend. Ja. ligt het aan mij? Of is dit gewoon de geüpgrade versie van Enzo? Deze guy is gewoon A-merk. Enzo ligt ergens onderin bij de AH Basic merken. Hij staat zelfs in de officiële 30 seconds app. Alhoewel ik 30 seconden wel een beetje overdreven vind bij Enzo. Ik bedoel, ik heb 1 seconde om iemand uit te leggen dat ik het woord Enzo Knol bedoel. Oké, 30 seconds. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Goed. En start. Kontkin. Enzo Knol. Ja! Yeah! Ja, zo simpel kan het zijn, jongens. En je weet het gewoon, iedereen die nu 30 seconds gaat spelen en Enzo komt voorbij, het is easy. Easy target. Ja, fuck jou, man. Iedereen die het nu inderdaad gaat spelen, die zegt dan kontkin. Ah, shit, man. Lul. Het ergste aan dit alles, dames en heren, is dat... Wij dit hebben gedaan. Wij hebben er met z'n allen voor gezorgd dat Enzo is wie hij nu is. Wij hebben ervoor gezorgd dat Enzo in 30 seconds zit. Wij hebben ervoor gezorgd dat die smerige rat is uitgegroeid tot het fenomeen wat hij vandaag is. Je dacht voorheen dat wij allemaal naar hem keken omdat hij zo'n grote vlogger was. Maar hij is een grote vlogger geworden omdat wij allemaal naar hem begonnen te kijken. Enzo's leven is gewoon de omgekeerde wereld. Normaal gesproken maken mensen goede vlogs en worden ze daarna pas bekend. Maar bij Enzo was het andersom. Normaal gesproken worden mensen bekend en krijgen dan een knappe vriendin. Maar Enzo, bij jou was het andersom. Normaal gesproken worden mensen doodziek en daarna pas kaal. Maar Enzo, ik kan alleen maar hopen dat het bij jou ook andersom gaat zijn. Nou, dat was een heel mooi einde. Het boek is dicht. Oh, wat een bevalling. Wat een bevalling, jongen. Ja, mensen. Dit was toch wel een van de hoogtepunten van het jaar. Ik kan alleen maar zeggen, Enzo, dankjewel dat ik je mocht roosten. Ik ben gewoon echt uitgeput. Hopelijk vond je het niet te heftig. Hopelijk vonden de kijkers het niet te heftig. Je kan ervan vinden wat je wil, maar je kan niet zeggen dat ik dit zonder inzet deed. Oké, gast. Echt, fuck off. Hey, what's good? Zo, mensen, dat was de roast. Nou, ik vond het hartstikke leuk te reageren op iemand die mij roast. Fijne kerst, gelukkig nieuwjaar en ik check je weer in 2019, pik. Rustig aan.